Hi, daar ben ik weer. Nou, ik heb natuurlijk ontzettend leuke reacties gehad, ook op mijn fototip nummer 2. Dus ja, dat inspireert mij natuurlijk weer om door te gaan met fototip nummer 3. Ik krijg heel veel vragen van vrienden van Jon, hoe zit dat nou met Photoshop? Moeilijk programma, wat kan ik ermee, wat kan ik er niet mee? Wat moet ik doen om mijn foto's mooi te maken? Wat kan ik doen om een leuk filtertje toe te voegen? Bla 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 bla. Nou. Photoshop is inderdaad een ontzettend zwaar programma. Het wordt eigenlijk professioneel gebruikt in de grafische industrie. En de mogelijkheden in dat programma zijn inderdaad bijna eindeloos. Alles wat je kan bedenken, kan je maken met Photoshop. Ik denk dat ik zelf ook misschien zo'n stukje gebruik van de gehele scala aan mogelijkheden van Photoshop. Maar goed, ik hou het altijd simpel, want dat vind ik makkelijk, dat is easy. En als ik dus een bepaald effect wil creëren, dan probeer ik dat te creëren tijdens het maken van de foto. Een groot fotograaf heeft ooit tegen mij gezegd, Jon, why fake it if you can create it? Dus met andere woorden, voordat je de foto maakt, zorg dat je alles al zodanig... Zorg dat je alles dusdanig hebt ingesteld en gemaakt en voorbereid dat je eigenlijk alleen maar de foto hoeft te maken. Want dan heb je gewoon de minste tijd nodig aan de nabewerking in Photoshop. Deze keer wil ik jullie een tip geven over soft focus. Het is een heel mooi effect wat je kan bereiken met foto's. Het geeft een beetje een lief effect. En kan heel leuk zijn. Het moet je voorkeur zijn. Ik gebruik het zelf niet zo heel vaak. Maar er zijn veel mensen die vinden dat mooi. Dus waarom niet? Dus dat is eigenlijk heel simpel. Je hebt natuurlijk weer nodig je camera. Want ja, zonder camera is het toch een beetje lastig foto's maken. Je haalt je lens eraf. En dan pak je vervolgens gewoon een beetje smurrie. Je pakt je camera en je doet even lekker zo wat flink van dat spul in je camera. En dan, vervolgens doe je je lens er weer op. En zo. En als je dan een foto maakt, lenskapje eraf. Dan kan je echt een heel mooi soft focus effect creëren. Wil je dat nog een beetje verder uitbouwen? Heb je zoiets van, het is me even te weinig. Ik wil het nog even wat meer. Geen probleem, heel simpel. Pak gewoon weer een beetje van het spul. Een beetje zo nog over je lens. Iets te veel misschien. Iets minder kan ook natuurlijk. Maar goed, een beetje over je lens heen. En voor je het weet heb je echt een geweldig... Wat doet hij allemaal, Joep? Voor je het weet heb je echt een heel mooi soft effect op je foto's. Dit was weer mijn tip. Ik hoop dat jullie er weer veel plezier aan beleven. En ik kan niet wachten op fototip nummer 4.